Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, vrijdag 21 mei. Vandaag in het journaal. Volksgezondheidsminister roept op om te vaccineren. Militairen worden gevaccineerd. Dominees ook gevaccineerd. Ziekenhuizen nog steeds overvol. Laatste woorden van een jonge moeder in Delhi, kort voordat zij stierf aan COVID. Wij starten deze uitzending met een statement van onze volksgezondheidsminister Amar Ramadan. In zijn toespraak roept hij de samenleving nogmaals op zich te laten vaccineren. Beste Surinamers, de regering heeft in het kader van de beheersing van de COVID-situatie, welke op dit moment zeer zorgelijk is, zoals u kunt zien, het aantal besmettingen loopt nog niet terug. Het besmettingspercentage loopt de afgelopen tijd in de range tussen de 30% en 40%. Hetgeen een kenmerk is van de besmetting van de varianten, waarbij de toeloop naar het ziekenhuis heel erg groot is. Veel mensen hebben behoefte aan en hulp nodig, medische hulp. Waar we dus vroeger nog aankonden als ziekenhuizen, merken we ook nu het aantal besmettingen dat zeker in de range van 120 plus is dagelijks. Dat een aanzienlijk deel daarvan mensen zijn die dringend hulp nodig hebben. We hebben een heel groot probleem in de ziekenhuizen. De ziekenhuizen kunnen het niet helemaal meer aan. Dagelijks zijn er situaties bij onze checkpoint, bij onze spoedeisende hulp, waar personen zuurstofbehoeftig zijn. Personen die in isolatie zijn en verslechteren. Mensen moeten zich aanmelden. Zo hebben we dus de afgelopen dagen gezien dat de druk heel groot is geworden op doktoren, op de ziekenhuisafdelingen. Nogmaals, ik doe van hierbij, van deze zijde uit, een beroep namens het ministerie van Volksgezondheid. Twee belangrijke zaken. Eén is, voorkom zoveel mogelijk COVID-19 besmetting. Dat kan je doen door de preventiemaatregelen goed na te leven. Een mondkap op, handen wassen en afstand houden. Dat is de Mohana zoals we die kennen in Suriname. Maar dat is niet voldoende. U moet ook proberen grote gezelschappen te vermijden. Ga niet in op personen die u uitnodigen voor een feestje of voor een sitje. Het is een zeer riskante situatie op dit moment. Overal kan er wel iemand zijn die besmet is, misschien nog niet heel erg ziek is, maar wel besmettelijk is. Let erop, ga niet te veel buiten in situaties waar het niet moet. Ik praat maar over een simpel voorbeeld, een supermarkt. Waar u normaliter gewend bent om met uw kinderen en uw partner te gaan, ga alleen, laat één persoon gaan. Het liefst de persoon die al gevaccineerd is. Probeer zoveel mogelijk slim inkopen te doen. Ga niet elke dag naar de supermarkt, maar probeer wel de meest essentiële zaken in één keer aan te schaffen. De regering heeft wat maatregelen aangekondigd en daarbij zit er ook een weekend lockdown. Hou daar rekening mee. De andere belangrijke maatregel die je kunt nemen, is door je te laten vaccineren. Op dit moment hebben wij vaccins in voorraad, welke feitelijk bestemd is voor de prioriteitsgroepen. 40 tot 60 jaar met onderliggende aandoeningen en 60 plus, ongeacht uw ziektestatus. Maar ook de leerkrachten en de gewapende machten zijn in deze groep op dit moment. De regering, zoals je hebt vernomen, is bezig op verschillende manieren aan nog meer vaccins te komen. De ondersteuning vanuit bevriende naties, die zal ook komen. Ik wil met klem benadrukken dat de genoemde aantallen en berichten die verschenen zijn, in elk geval nog geen bevestigde berichten zijn. Zeker niet bevestigd vanuit officiële bronnen. Dat bedoel ik de Nederlandse regering, het ministerie van Volksgezondheid in Nederland, nog van Suriname. Er is wel steun toegezegd, maar we zijn nog in onderhandeling. Dus gaat u ook niet af op die berichten. Er gaat wel, in elk geval vanuit de regering, worden er serieuze pogingen ondernomen om aan zoveel mogelijk vaccins te komen. Als wij genoeg vaccins in voorraad hebben voor de komende periode, zullen wij dusdanig onze strategie aanpassen dat we niet alleen bij deze groepen gaan blijven. Wees u niet ongeduldig. Hou geduld. Uw periode komt ook. Het moment dat u hoort van mij
dat de vaccinatiegroepen open zijn. Dat betekent dat iedereen boven 18 jaar zou kunnen gaan vaccineren. Kunt u ook gaan. Maar dat punt hebben we nog niet bereikt. We zijn nog in onderhandeling en we hopen nog op korte termijn, deze week of uiterlijk de komende week, de berichtgeving rond te hebben. Maar degene die dus nu wel kan gaan vaccineren, ga wel er naartoe. Maak een afspraak. Laat je registreren. De website is bekend. En als u tot die groep behoort en u zich nog niet hebt gevaccineerd, heb ik maar één boodschap. En het is heel simpel. Alle personen die zich nu aanmelden en in grote problemen zijn gekomen met hun gezondheid, zoals een zuurstofnood, kortademigheid of vermoeidheid, of personen die al zijn opgenomen, blijkt dat het de groep is van mensen die zich nog niet hadden laten vaccineren. En het zijn wel mensen die in die groepen behoren, met onderliggende ziekten, 60-plussers en anderen. Dus voor u die thuis is nu op dit moment en kijkt naar me. Als u onderliggende ziekten hebt, ik zal ze even voor u opnoemen. Overgewicht, suikerziekte, hoge bloeddruk, nierziekten. En u zich nog niet hebt laten vaccineren of u twijfelt vanwege het feit dat er berichten zijn gekomen dat vaccins niet goed zijn. Dan wil ik u meenemen naar de episode van COVID Journaal toen ik in de IC was. Waar ik heb geconstateerd dat de mensen die daar lagen ook niet gevaccineerd waren. Wat ik u wel kan zeggen dat als u zich laat vaccineren, de kans dat u daar belandt, de kans dat u ernstig ziek wordt, heel klein is. Maar nu zit u ongevaccineerd thuis. Nu kijkt u naar me en denkt u misschien, de minister draagt me op om te gaan vaccineren. Dat doe ik niet. Ik probeer u te overtuigen van het belang van vaccineren. Ik ben ook een arts. En ik heb het altijd op me genomen om preventieve boodschappen met u te delen. Ik wil ook het beste voor u. Gaat u zich vaccineren als u tot de vaccinatiegroepen behoort. Het is uitermate belangrijk. Ik wil het u niet opleggen. Ik zou het heel graag willen, maar ik kan het niet. Ik kan u niets verplichten. Zelfs een bita die u wil drinken, kan ik u niet verplichten om het in te nemen. Maar u kunt het doen, het is uw lichaam. Wij zeggen alleen, er is heel veel ruis geweest. Nationaal en internationaal over vaccineren, dat erkennen we. Maar laat dat u niet uit de weg slaan als u al op het traject was om te gaan vaccineren. We zullen alles doen om die bescherming naar u te brengen. We zullen ook alles doen om zo snel mogelijk vaccins binnen te halen. Omdat u, uw kind, uw partner, uw moeder, uw vader, u allen dierbaar zijn. Nogmaals, ik hoop dat met deze boodschap ik ook een steentje bijdraag als minister van Volksgezondheid om u te overtuigen van het belang van vaccineren. Met de weekend lockdowns zal de mogelijkheid voor vaccineren nog steeds bestaan. U kunt op straat om te gaan vaccineren. Dus we zullen de bekendmakingen nog doen rondgaan over welke swabposten en vaccinatieposten open zijn in het weekend. Ondanks de lockdown, maar vaccineren heeft voor ons prioriteit. We kunnen niet veel meer opschalen. We kunnen niet veel meer aan onze faciliteiten doen. We hebben een tekort aan verpleegkundigen op dit moment. Helpt u, draagt u uw steentje bij door te vaccineren. Denkt u ook even aan die zaken waarmee we te maken hebben. Maar als u zich vaccineert, dan ben ik in elk geval als regering, zijn we in elk geval als regering van overtuigd dat u wel veilig bent. U kunt nog misschien besmet raken, maar u zult waarschijnlijk niet zo ziek worden als de personen die zich nog niet hebben laten vaccineren en nu in de IC liggen. Gisteren 8 personen overleden. De projectie is dat er meer personen gaan overlijden. Simpelweg omdat we varianten hebben. We zullen alles op alles stellen om met u te communiceren. Volgt u de situatie nauwlettend. Rapporteert u onregelmatigheden bij de politie. We doen ook ons best hierin ons werk goed te doen. Maar nogmaals, gaat u vaccineren en houdt u zich aan de preventieve maatregelen. Mohana Novergiti. Onlangs werd in de Memrebuku-kazerne naast de prioriteitsgroepen ook overige personeelsleden en partners van militairen en gepensioneerden in de gelegenheid gesteld om zich te vaccineren tegen COVID-19. We maakten voor u het volgende verslag. Thank you.
Gisteren werden ook de dominees gevaccineerd tegen het coronavirus. In deze editie praten wij ook met dominee Peerwijk. Aan hem vroegen wij wat hem ertoe heeft gedreven zich te laten vaccineren. Alle ziekenhuizen liggen nog steeds overvol. Het ziekenhuismanagement zit met de handen in het haar. Suriname gaat zwaar gebukt onder de COVID-19-pandemie. Onze zorgsector staat op instorten. Verpleegsters zijn uitgeput en daar weet de RKZ-directeur alles over. Wel, ze raken oververmoeid hoor. Eerlijk waar, ik heb bewondering voor de mensen. Ze draaien lange diensten en die diensten zijn zwaar. Maar geloof het me, het is niet zo gewoon alsof je naast een normale patiënt staat. Het is zorg waarbij je jezelf moet beschermen, in PPE moet treden. En dat wil zeggen, het is extreem zwaar. Want als je eenmaal in je PPE bent, je moet naar het toilet gaan. Die verpleegkundigen houden hun plasje op, omdat ze niet te snel achter elkaar gaan. Dus je gaat niet eten, want dan moet je weer uitkleden. Naar je gaan eten en dan weer terug in een pak hezen. Ze houden daar allemaal rekening mee. Dus ze zetten zich extra in. Maar het sloopt ze ook. Het is day en night werk achter elkaar. En je weet, een COVID-patiënt kan heel snel verslechteren. Het is niet dat je een patiënt aan de monitor van een infuus zet en je kan het even rusten. Je moet continu opletten of de patiënt niet slechter gaat, zuurstof bij moet voeren. Misschien de patiënt naar de intensive care moeten brengen. Het is heel innoverend voor ons personeel. Het Wanica ziekenhuis wordt vanaf het begin van de uitbraak in Suriname gebruikt als het aangewezen COVID-19 hospitaal. Er worden in dit ziekenhuis alleen COVID-19 patiënten behandeld. Maar ook in dit ziekenhuis loopt de beddenbezetting vol. De directeur van dit ziekenhuis, Jason van Genderen, noemt evenals de overige ziekenhuisdirecteuren de situatie zorgwekkend. De situatie is zorgwekkend. Wij hebben weken van tevoren hebben wij dus als ziekenhuizen aangegeven dat de beddenbezetting dus vol loopt en dat wij dus nu niet weten hoe wij patiënten moeten opnemen. Het wordt in de praktijk wordt dat soms gedefinieerd als code zwart
En wij hebben dus wel aan de alarmbel geslagen of getrokken om dus aan te geven dat wij dus nu echt in de situatie zitten waar wij dus gaan moeten kiezen wie behandeld wordt en wie niet. Met een capaciteit van 69 zorgbedden is het elke dag weer passen en meten met de bedden. Wie kan blijven en wie kan naar huis? We hebben dus de twee type patiënten, de zorgpatiënten en de isolatiepatiënten. En wat wij hebben gemerkt, had ik de vorige keer ook aangegeven, is dat de isolatiepatiënten ook heel snel verslechteren. Wij hebben dus een capaciteit van 69 zorgbedden, zorgpatiënten. En die hebben we dus, die bereiken we elke dag. En elke dag gaan we dus kijken kijken de artsen, de specialisten, wie naar huis kan, wie ze met ontslag kunnen sturen en wie dan opgenomen wordt op hun plek. Dus het is elke dag passen en meten met de bedden die we hebben. En dan hebben we niet alleen over de bedden van het regionaal ziekenhuis Wanica, maar ook de overige ziekenhuizen die al bedden ter beschikking hebben gesteld. Dan heb ik het over het AZP, het Diakonese ziekenhuis, het Slaans Hospitaal. Er wordt elke dag gekeken of wordt er gespeeld met de beddenbezetting om te gaan kijken wie we kunnen helpen en wie we met ontslag kunnen sturen. Met de COVID-19-situatie nu in Suriname vreest de directeur dat wij hard op weg zijn te worden als de andere landen waar de situatie uit de hand loopt. Hoe het er nu uitziet, zijn we dus wel op weg naar de situatie in de andere landen waar het heel slecht aan toe is. Je die beelden ziet waar patiënten op de gangen worden behandeld, dat ze alleen zuurstof krijgen en moeten wachten totdat er een arts of specialist ter beschikking is. Dat is de situatie waar we nu naartoe gaan. Dat er patiënten liggen te wachten op de checkpoints omdat er geen plek is. En dat is een situatie wat niemand eigenlijk goed nou wil hebben en wij als ziekenhuis ook niet. Want ja, wij worden geconfronteerd met deze mensen. Dus de families die zitten daar en dan moet jij het gesprek gaan voeren als arts, als specialist. Van kijk, waarom wordt er wel voor jouw oom gekozen en niet voor die andere persoon, weet je. En dat zijn gesprekken die geen enkele arts ook wil voeren. Toch? En ja, dus de situatie is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Alsjeblieft, neemt u corona serieus. De ziekte bestaat echt. Ik kan ervan meepraten. Dat waren de woorden kort voordat zij stierf door het coronavirus. Heel erg ziek en vechten voor zuurstof doet Dimple Aurora uit Delhi een oproep aan de wereld. Een dag na haar oproep stierf zij. Please don't take corona so lightly. Very bad. Very bad symptoms. Gravely ill. Fighting for every breath. I am not able to speak. But I really want to convey my message to all. It was to be a final message from Dimple Aurora, who was thinking of others and of her unborn child. And especially during my pregnancy. I really don't want. Dimple lost her unborn baby at 7 months. The next day, she could fight no more. She left behind a 3-year-old son, Vian. She was the most energetic person. She was so strong. She was the last person that we thought that could go to COVID. But COVID made a widower of Ravish Chawla. Her pregnancy made her vulnerable. He says Dimple, who was 34 and a dentist, celebrated life and treasured every moment with their son. Here, precious memories. Hi. We've entered the Regent's Park, it's beautiful. It's, you know, of a family holiday in London in 2019. Ravish says the death of his wife and so many more here should be a warning to the UK and the world. If the COVID is going down in your place, do not take it lightly. It was going down here in India, but it came like wildfire. People were unguarded. People were unguarded. And it affected healthy people. It affected pregnant women. So do not take your guard down at all. India did, and this was the result.
Now the Indian variant has spread to more than 40 countries and is multiplying in the UK. This strain is highly, highly infectious, I can tell you. Earlier it was the elderly, now it is the young. The virus is evolving and it has been affecting a lot many younger people here in India. Dimple Aurora was a young woman focused on the future, on new life. Her husband consoles himself with the belief that since her death last month, she is with the child they lost. I talk to myself, she must have gone to take care of the second baby. She did not want to leave him alone. She was a mother. She was a great soul. Het is passen en meten in de verschillende ziekenhuizen over wie wel en wie niet wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dit door een tekort aan bedden. Beseft u dat nog niet hoe ernstig deze situatie is? Heeft u de beelden gezien van mensen die in ademnood liggen op de IC? Heeft u de beelden gezien waar mensen op een harde bank moeten zitten bij de SEH naast een zuurstoftank? Volgt u wel de adviezen van de specialisten of laat u zich misleiden door mensen die aandacht zoeken op Facebook en alsmaar valse informatie verspreiden? Bent u zich ervan bewust dat nu meer dan 60.000 mensen zich hebben gevaccineerd en dat er helemaal geen klachten zich hebben voorgedaan? Of luistert u ook naar mensen die wetenschappers uithangen op social media? Mensen, laat u niet misleiden en volgt u de juiste instructies en adviezen over het vaccin. Laat je vaccineren, want alleen zo kunnen we met z'n allen naar het nieuwe normaal. Vergeet niet, we zitten momenteel in de total weekend lockdown. Blijft u thuis, want op straat is er niets te doen. Vermijd drukke plekken, want net daar kan het verkeerd aflopen. We zijn er maandag weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Een fijn weekend voor u.